witte kristalsuiker. Hoe hebben we dit onmisbare voedingsmiddel leren waarderen in de bange hongerwinter, toen we door de nood gedwongen zelf wat zoetigheid trachten te bereiden uit suikerbieten. Ja, suikerbieten. Hier zijn ze. Kent u ze nog? Het interesseerde ons om eens te zien hoe suiker vervaardigd wordt. Ook u zal het interesseren. In fantastische hoeveelheden worden de suikerbieten weer gerooid. En duizenden handen vinden alleen al hierbij volop werk. Ook machinaal kan er tegenwoordig gerooid worden. Het vervoer van de bieten naar de fabriek geschiedt met alle denkbare middelen. We zijn dit jaar naar de suikerfabriek in Puttershoek gegaan, waar dagelijks miljoenen kilo's bieten worden aangevoerd. Met een warm waterkanon worden de bieten van de wagens afgespoten. Dat heeft twee voordelen. Ten eerste gaat het lossen op deze wijze zeer snel en ten tweede verdwijnt reeds hier een groot deel van de modder. De bieten komen in een goot terecht en worden zo verder getransporteerd de fabriek in. Hier worden ze eerst grondig gereinigd in grote wasmolens. Vervolgens komen de suikerhoudende knollen in andere molens waar ze gesneden worden. De eerste fase is begonnen. Dan naar de kookketels. Hierin wordt de suiker bij een temperatuur van 70 graden Celsius uit de snijdsels geloogd, waarbij de ons allen welbekende pulp overblijft. U weet wel, waar we die koekjes van bakten. Vanuit de kookketels gaat het zogenaamde ruw sap naar de vacuümketels om te worden ingedampt, nadat het sap tevoren een zekere reiniging heeft ondergaan door middel van kalk. In deze vacuümketels ontstaat na enige tijd een stroperige massa. Regelmatig wordt de dikte hiervan gecontroleerd. In grote centrifuges wordt nu tenslotte de suiker van de stroop gescheiden. In een onafgebroken brede stroom gaat de suiker naar de inpakmachines. De dagproductie in Puttershoek is voldoende om alle inwoners van Rotterdam, Schiedam, Utrecht en Dordrecht samen een rantsoen voor ongeveer 3 weken te verstrekken. Had u gedacht dat er zoveel kwam kijken om suiker te maken? Vast en zeker niet.